Het is een zeer veelzijdige baan, gelukkig ook met dit mooie weer. Je komt nog eens ergens en ik vind het heel belangrijk om te laten zien wat er allemaal in deze stad gebeurt. Overal in de stad zie je ze steeds meer, de rood geasfalteerde fietspaden. Op de hoek van de Enschedelaan en de Steenwijklaan in Eskamp is de 150ste kilometer geasfalteerd fietspad bereikt. Een hele belangrijke mijlpaal dat we nu 150 kilometer aan rood asfalt hier in de stad hebben liggen. Waarover je natuurlijk heel comfortabel, veilig en snel dwars door de stad heen kan fietsen. Gaat het goed? Hartstikke goed. Ja. Mooi man. Iedereen kent ze nog wel, die fietspaden die we eerst hadden. Met van die tegels, rode tegels vaak wel, of gewoon grijze. En die lagen al een beetje los, die lagen te wiebelen. Als ze langs bomen stonden, werden ze door de boomdruk gelijk omhoog gedrukt. Nou, dat was dus niet veilig fietsen. Daar kon je echt lelijk ten val komen. Juist door dat asfalt is dat allemaal nu veel gladder. 150 kilometer, dat is al best veel. Hoeveel moet er nog komen? 150 is inderdaad al een flink stuk door de stad. We gaan er ongeveer nog zo'n 10 kilometer bij leggen. Dan hebben we alle fietspaden die ervoor geschikt zijn, hebben we ook echt weten te regelen. De AWB zegt vandaag, er moet nog meer bij. Er moeten nog meer fietspaden komen, want er zijn nog steeds te veel verkeersdoden. Wat vind je daarvan? Ik onderschrijf helemaal de ambitie van de ANWB om te zorgen dat veel meer mensen op de fiets gaan. En dat ze dat ook op een veilige manier kunnen doen. In Den Haag hebben we met de aanleg van al die fietspaden daar echt wel een flinke slag mee geslagen. Maar ik ben het helemaal eens met het feit dat we meer ruimte voor de fiets moeten maken. En dat is ook precies het beleid van de gemeente, ruim baan voor de fiets. Onderdeel daarvan is het veiliger maken van een paar gevaarlijke kruispunten. Het kruispunt van de Zuid-Hollandlaan voor het provinciehuis daar is heel erg druk met auto's die naar de snelweg willen. Tegelijkertijd zijn er heel veel fietsers van en naar Scheveningen, Benoordenhout, naar het centrum. Die moeten we ook beschermen, dus daar zullen we zeker aandacht voor gaan hebben. Op het ene moment zit je in een graafmachine, het andere moment rij je achter een fietsorkest aan. Zometeen zit je in een asfalteermachine. Veelzijdige baan denk ik, dat wethouderschap. Het is een zeer veelzijdige baan, gelukkig ook met dit mooie weer. Je komt nog eens ergens en ik vind het heel belangrijk om te laten zien wat er allemaal in deze stad gebeurt. Ja. Maar even kritisch, is dat wel nodig? Is het nodig dat ik daarvoor langskom? Nee, absoluut niet. Aan de andere kant, nu ben jij er met de camera en zorg ervoor dat hun werk mooi op de camera staat.